Het buitengebied Hengelo-Vorden heeft woensdag als eerste in Nederland de ster van het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied ontvangen. Overal gebeurt wat. Toen hebben we van de LTO een onderzoek, een enquête gedaan onder de leden. En daardoor bleek eigenlijk dat iedereen zich wel veilig voelde in het gebied. Maar ook iedereen die kende wel iemand van nou, er is wat onvreemd bij onszelf of bij een ander in de buurt. Vandaar dat we hebben gezegd, nou gaan we daarop inzetten. Laten we het zo houden en proberen om de diefstal tegen te gaan. Diefstal van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, dat wordt ook steeds groter probleem bij loonwerkers en grote akkerbouwbedrijven bijvoorbeeld. Waar bestrijdingsmiddelen worden weggehaald en dat is het begin van de criminaliteit denk ik hier in het gebied. Oosterink heeft op zijn bedrijf in Hummelo al enkele maatregelen genomen. Haal die sleutel uit de trekker, sluit hem af 's nachts. In het begin is het even wennen, dan kom je eraan en dan denk je, oh shit, sleutel vergeten, moet je weer ophalen. Dat kost een tijdje, maar dan raak je er ook daar aan gewend. En dan pak je die sleutel eruit en dan ga je weer aan de gang, zeg maar. Het is eigenlijk hetzelfde als met een auto, daar laat je de sleutel ook niet in zitten. Gemiddelde trekker is denk ik nog duurder dan een auto, dus wat dat betreft is het niet onverstandig om de sleutel eruit te halen. Ja, we hebben hier een slot geplaatst op de dieselolietank. Dat is diefstal gevoelig gemiddel. De wegen om het erf zijn vaak makkelijk begaanbaar. Dus ja, de criminelen kunnen maar zo dieselolie weghalen eigenlijk. Dus een slot erop, dat is eigenlijk wel een eerste vereiste om diefstal tegen te gaan. Je maakt het moeilijker, het zal allicht lukken als je graag wil, maar het is vaak toch weer een stapje extra wat je gaat doen om het te voorkomen. Ja, de werkplaats, handgereedschap, bijvoorbeeld een motorzaag of een bosmaaier, lasapparaat, dat soort zaken. Die worden niet elke dag gebruikt, dus als ze weggehaald worden, dan mis je ze niet direct. Dat zijn toch kostbare dingen als je ze nieuw aan moet schaffen. Ja, dat is gewoon zonde geld en dat moet je proberen te voorkomen. Dus doe die werkplaats inderdaad even op slot. Hier is ook al eens een keer een gazonmaaier weggehaald. Daar hadden we hem onder de loos staan. Los, iedereen kon erbij. Ja, achteraf denk je dat is ook niet slim. Is ook niet slim, maar dan word je dan wat alerter op en dan ga je dat toch verplaatsen.